Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, 26 zegt: Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel, Henk. Vandaag hebben we, ik denk, het zwaarste onderwerp waar we het ooit over gehad hebben: namelijk over zelfmoord, hè, een afschrikwekkende daad. En ik geef jou graag het woord. Ja, zelfmoord is een zeer afschrikwekkende daad. Wat is de reden van iemand om tot zoiets te komen? Het is een schreeuw om hulp die niet beantwoord wordt. Om aan alles te ontsnappen, de pijn en de last is te hevig. Depressieve gevoelens kwellen je emotioneel. En men leeft in totale angst en veroordeling. Dus men heeft dan bijvoorbeeld een doodswens. Ja. Uh, en men denkt ik moet mezelf doden om vrede te vinden. Hè, men voelt zich ingekapseld en gebonden om zoiets verschrikkelijks te doen. En men wordt er ook door beheerst door die doodswens. De verleiding om dood te willen is dan overweldigend. En dat is natuurlijk wel een proces. Hè, men kiest dan de dood boven het leven. Hè, de manier waarop... Men deze afschrikwekkende daad allemaal doet of kan doen, dat laat ik even buiten beschouwing. Altijd gebeurt zelfmoord in volledige eenzaamheid. En natuurlijk is zo'n daad het tegenovergestelde van een waardig sterven. Dat is logisch. Hè? Ja. Uh, voor zo iemand is het leven, Henk, ondraaglijk, uh, onoplosbaar, uitzichtloos, zonder hoop. Een zinloos bestaan en men zit door die gedachte en dat gevoel totaal in een isolement. En de ontsnapping is dan: ik wil leven zonder pijn. He, eigenlijk, tot nu toe heb ik dan, dat kan door omstandigheden, een mislukt leven. Mm -hmm. En Hans, heb jij wel eens iets zoiets in jouw nabijheid meegemaakt? Ja, ik, uh, ik, ik woonde in een dorpje. Uh, uh, ja, ik had vriendschappelijk contact met een zekere Jan. Een zeer leuke, behulpzame, vrijmoedige, gelovige. Mm -hmm. Hij woonde vlakbij me op de dijk. Hij had een lieve vrouw, drie kinderen en uh, een aantal klein, paar kleinkinderen. En hij woonde mooi, hij keek zo over de rivier. En uh, ik kwam wel eens terug van de reis met de auto. En als hij me dan zag aan het eind van de dag, dan hield hij me aan, raampje naar beneden en zei. Zo, so, ik heb zo genoten van de preek of hij vertelde iets over het geloof. Maar toen kreeg hij op een gegeven moment gepiep in de oren. Hij werd daardoor depressief. Ik heb hem een enkele keer wel eens naar een psycholoog gereden en daar gewacht, omdat hij daar een gesprek over had. Natuurlijk was dat voor hem en zijn vrouw ontzettend moeilijk. En een enkele keer hebben mevrouw Sjane met gitaar en met gebed ondersteunt dat we een enkele keer daar kwamen. Ja. Uh, ik stelde uh, op een gegeven moment aan hem voor, aan uh, mijn vriend Jan, om het zo uit te drukken. Ik zeg: laten we in je tuinhuisje, laat ik een keer kort met je spreken over een storm, de storm. Hè? Hij zegt dan, zei hij min of meer wat enthousiast, dan heb ik een CD over de storm. Ik zeg: nou, die ken ik niet. Maar ik zeg: nou, dat doen, doen we dan. Eén dag daarvoor. In de morgen, ik zal het niet meer vergeten, was het half negen morgens Dat zijn vrouw belde en die zei. Uh, we waren vier uur uit bed gegaan die morgen. En toen zei hij: Nou, ga maar weer slapen. En uh, ik kom er zo aan. En sinds uh, toen ik wakker werd, laat maar stellen om zeven uur, was hij er niet. En ik maak me zorgen. Ja. Nou, ik ging met de panda een auto overal kijken. Hè, dus zit hij misschien gewoon door zijn depressiviteit. Ergens achter een muur of weet ik het hoe. Maar goed, ik kon hem niet vinden. En toen ik thuis kwam bij hem, hè, waar hij woonde, was zijn oom daar. En zijn oom zei: vaak als mensen heel depressief zijn, zitten ze of op de zolder, of in de kelder, in een hoek. Hè, maar meestal in hun eigen huis. Ook een paar andere mensen keken en het was on inmiddels kwart over negen. Zijn vrouw en ik stonden bij de schuur, die zat op slot. En zijn vrouw zegt, hij gaat altijd lopen, maar hij zou misschien een keer met de fiets kunnen ge gegaan zijn. Laat ik eens kijken. En eh, ik meen, zover ik weet nog, zat die schuur op slot en, en ze behaalden de sleutel. En we gingen samen de schuur in. En ja, natuurlijk onvergetelijk, een keukentrap. En daarboven hing zwevend en ver, met een verkramd lichaam Jan, oh. dood. Hij had zich verhangen. Nou, je kunt je voorstellen wat een wanhoop. Wat een geschreeuw van deze vrouw. Ze zat, ze heeft voor het huis gezeten, vijf uh, à tien minuten natuurlijk, in ongekend diep verdriet. Mm. En ik vergeet nooit meer dat mensen die langskwamen wandelen of fietsen, die proefden gewoon, hier is iets ongekends verschrikkelijk aan de hand. Die durfden niet dichterbij te komen. Het mm. zat gewoon, ja, zo erg. Een wanhoop, een geschreeuw, een diep verdriet. En mensen durfden, zoals ik al zei, niet dichterbij te komen. En, en, en Jan uh, had alles goed voorbereid. De raampjes geblendeerd, een stevig kabeltouw, een pyjama onder zijn jas. En de volgende dag om acht uur, dus een dag later, hè, toen, uh, ik zal alle details je besparen, maar een dag later om acht uur klonken hard en duidelijk de klokken over het hele dorp, hè, de, de kerkklokken. Ja. He, een groot verlies. Een teken dat er een dorpeling overleden was. Ja. Ik vergeet nooit meer, ja, ik word er emotioneel van. Maar dat ik bij de deur stond, de open deur van mij. Het was een vriend van me en een broeder. En ik stond daar in een soort erehouding. En ik zei alleen maar: Jan, Jan, zo, Jan, Jan. Hoe kun je het doen, Jan? He, zo. Ja, ja. En uh, ja, ik heb daarna in een bomvolle kerk bij de begrafenisdienst gesproken. Onder het thema Onze Jan, broeder en vriend. Ja. En toen deze, zijn vrouw thuis kwam, kon ze de deur niet openen. Ze had 110 kaarten binnengekregen. Huh? Hans, wat een verschrikkelijk verhaal. Ja. Maar ja, zelfdoding gebeurt helaas geregeld en veel te vaak. Ja. Zeker in ons land. In 2022 hebben 1916 mensen, dus een kleine 2000 mensen, een einde gemaakt aan hun leven. Voor hen was de situatie natuurlijk wanhopig en uitzichtloos. Per jaar doen 15.000 mensen een sorry, zelfmoordpoging. Ja. De wereldwijde WHO-organisatie zegt over zelfmoord... Ja. Zelfmoord kun je ook noemen een onzichtbare moordenaar, omdat je het niet ziet aankomen. Wereldwijd zijn er 900.000 mensen die dit doen per jaar. Doen. Dus elke 40 seconden is er een nieuw slachtoffer op aarde. Tjonge, jonge, jonge. In, een, in het zogenaamde land van de onbegrensde mogelijkheden, Amerika, stappen 120 mensen uit het leven. Elke dag 120 mensen in Amerika. Er zijn dus meer zelfmoordslachtoffers dan verkeersslachtoffers. Ja, en vandaar dat we dus deze aflevering een uitzending maken, hè? want het is belangrijk, denk ik. Maar zijn er ook bijbelse voorbeelden van mensen die verlangden naar de dood? Ja, in bepaalde omstandigheden lezen we dat zelfs godsmannen naar de dood verlangen. Elia, de profeet, die zegt letterlijk: Het is genoeg, neem nu, heren, mijn leven. Uh, een zeer gelovige man, Job, die had het natuurlijk levensmoeilijk. Ook deze dingen hij had liever dat hij eigenlijk niet geboren was, natuurlijk ja. een hele aparte uitspraak zelfs lezen we dit van een verlangen naar de dood van een godsman zoals Mozes. Uh, Mozes werd constant bekritiseerd, we kunnen dat ons niet voorstellen, hij was ook volledig uitgeput en hij zei tegen God, ik citeer de Bijbel uit Nummer 11 vers 15, ik wil liever dood. Uh, deze godsmannen waren in een zeer benauwde en penibele situatie gekomen, natuurlijk. Ja. En toch staan er ook zelfmoorden in de Bijbel. Hè, ik denk aan Judas Iscariot. Ja, Judas Iscariot, dat staat in Matthäus 27. Uh, daar staat Judas, de verrader van de Heer, had berouw en vluchtte en verhing zich. En ook koning Saul, de afvallige koning, pleegde zelfmoord door zichzelf in zijn eigen zwaard te storten. Dat staat in 1 Samuel 31. Architofel was een invloedrijke adviseur en raadsman van koning David, later van Absalom zijn zoon. Hmm. En hij werd ontrouw aan David en verhing zich. Nou, toen hij merkte dat zijn advies door Absalom een keer niet werd opgevolgd. Dat staat in 1 Samuel 17, vers 23. Dus er zijn meer voorbeelden. Zelfs Simpson, weet je wel, de sterke man ja. in Richter 16, pleegde eigenlijk op het eind van zijn leven zelfmoord. Nou, ik ben zeker een aantal voorbeelden tegengekomen waarbij een kind van christelijke ouders plotseling zelfmoord hadden gepleegd. Ik weet op dit moment zeker al wel twee, drie echtparen die me zo in de gedachten schieten. Hmm. Maar ik was ergens pas geleden op een spreekbeurt. En na de dienst kwam een man naar me toe, 45 jaar, schat ik hem, met betraande ogen. En hij, ik, hij stond daar zo in de buurt. Ik kende hem niet en ik zei: Ga zitten, dan gaan we koffie drinken. Hij heette André. Zijn zoon was 21 jaar en zomaar zelfmoord gepleegd. Had een vriendin. Had een diploma gehaald voor een opleiding. Hij was uh, op zijn tijd vrolijk met zijn vrienden. Hij was wel qua natuur introvert. En zijn vader was op 3 januari jarig. Op en dan was hij op bezoek. En 4 januari, één dag later, pleegde hij zelfmoord. Hij was vader van en had een vrouw en vier kinderen. En de vader zegt: Ik snap het niet, er was niks aan de hand en de reden is onbekend. Een jonge man. Tjonge. En uh, ik sprak hem begin dit jaar. Op de rouwkaart zie je een lachende jongen op een BMX-fiets. En er stond bij: Veel te kort voelde jij ons onvoorwaardelijke liefde. Maar de indruk die jij op ons maakte, duurt tot in eeuwigheid. Jongen. Ja. jonge. Dan ben je toch echt innerlijk verscheurd hè? door intens verdriet. Ja. Ja. En onbegrip natuurlijk. Wat niemand kan voelen, wat zoiets met ouders doet. Hè? Ja. Ik, ik gaf hem ook, Henk, mijn stoffen zakdoek. En hij zei ook, en hij huilde, ik voel me als Job. Hè? Zei hij ja. tegen ja. me. Ja. Ja. Nou, als iemand zo ja. doet, een kind van ouders. Hè? Een blijvende barst in je ziel en een blijvende barst in de ruit. Denk alleen maar aan de foto's of vroeger, ja. waar je nog leuk op staat of in een bepaalde situatie. Elke dag maken vijf mensen een eind in Nederland aan hun leven. Eén van de vijf is jonger dan dertig jaar. Eén van de vijf is jonger dan dertig jaar. Ja. Uh, als jij ze wil lezen, Henk, 1 Korinthe 3 vers 16, 17 en 18. Ja. ja. Daar staat... Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden. Ja, zelfmoord is en blijft een zonde voor Gods aangezicht. Er staat in 1 Korinthe 3, vers 15, hij of zij zal schade lijden. Doch hij of zij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Nou, zelfmoord kan een zonde zijn die dit veroorzaakt: een, verkeerd, een verkeerde wilsbeslissing. Ja. He, geen enkele gelovige heeft het recht om uh, zich van het leven te beroven. He, uh, hij of zij moet zich realiseren: God is groter. Dan jouw probleem. En dat wil ik niet goedkoop zeggen, maar dat is zo. Er is hoop. Nergens ja. in de Bijbel wordt zelfdoding of zelfmoord, hoe je het wil noemen, goedgekeurd. Wij mogen niet over onszelf beschikken. Uh, er staat het zesde gebod in Exodus 19, vers 12: U zult niet doden. Ja. Uh, menselijk leven is heilig, omdat het geschapen is naar Gods beeld. Ja, ja en. Uh, ook schulden, hè? Uh, geldschulden, hè? bijvoorbeeld door gokken. Uh, dat zijn ook vaak een reden om zo'n daad te doen. Nou ja, kijk, uh, de gokstad van de wereld, Las Vegas, uh, zijn 210.000 gokkasten daar. Oh. 210.000. Hmm. Dus miljoenen komen daar, maar de stad heeft het hoogste aantal zelfmoorden. Er is dus in, en dat is echt zo wat ik nu zeg. Er zijn aparte schoonmaakfirma's die de hotelkamers vrijmaken van bloed en toestanden waar ze zelfmoord hebben gepleegd. Tjonge. Maar dat komt niet in het nieuws natuurlijk. Dat ja. snap je wel. Nou, ik heb een vriendin en daarvan een neef en die neef was 35 jaar, een topbaan, een mooi huis, een mooie auto, een vrouw, twee kinderen, et cetera. Nou, plotseling had hij zich opgehangen. Z zijn vrouw weet van niks. De twee kinderen komen binnen met zijn vrouw en zien hem daar opgehangen aan bij de trap. Tjonge. Nou, en uh, wat komt het? Door gokschulden. Hij had natuurlijk zware gokschulden. Verbijsterend. Hè? En de vrouw was onwetend. En de nabestaanden, die hebben alleen maar vragen, vragen, vragen. Ze worden gedompeld in rouw, verdriet, schuldgevoel. Hadden we maar, hadden hm. we maar. Hm. Hè? Sui ja, suicide. En het schijnt, hè, Hans, dat bij alle tieners die door zelfdoding overleden zijn. Bijna de helft werd gepest. Ja. We hebben het dan over pestgedrag. En ja. hier zie je ja. hoe duivels dat eigenlijk is: ja, pesten. Zeker. zeker. Nou, uh, ik heb pas geleden gehoord van iemand die vroeger stortte, stotterde, dus niet meer. Hij heette hmm. Johan Proost. En hij zegt: Mijn leraar, mijn docent, die zei: Hé, uh, hey, Johan, p -p 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 prut. En, en dan, nou ja, met andere woorden, jij bent aan de beurt. Maar die ging eerst die docent stotteren. Bijvoorbeeld, ik heb gehoord dat uh, een docent bijvoorbeeld zei: Hé, hey, lange lantaarn zonder licht, jij bent aan de beurt. Een lange jongen. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, dat kan meewerken. Ja. Uh, nou, ik heb een vriend, hij was pas geleden nog bij me, een zekere Ronald, hij is nu 60 jaar. Hij is op de lagere school gepest. Hij zegt: Elke dag ging ik huilend achterop bij mijn moeder, want ik zag er zo tegenop. Hij is door zijn leven geregeld gepest. Hij is nu 60 jaar, maar zijn leven lang, ik overdrijf niet, loopt hij uh, bij psychologische hulpverlening. En is hij in therapie, nu nog. Jongen. Alleen door pestgedrag. Ja, ja. <laughs> nou, dus dat is wat. Hey. En soms hè, hoor, je door, uh, hoor je dat door Gods genade het niet tot de daad komt, maar soms was het op het nippertje. Ja, ik heb een zekere Jeffrey gekend. Hij zei tegen mij, hij zat toen in een rolstoel, als ik het goed begrepen heb. Nou, hij voelde zich al door de omstandigheden natuurlijk al een verschrikking en pijnlijk en lastig en noem maar op. Hij wou zelfmoord plegen, hij zegt, en toen stond ik op de, uh, uh, ja, heb ik begrepen, op de rails. Om dus een einde aan zijn leven te maken. En toen vloog er langs me een trein. Hij stond op de, net op de verkeerde rails. Nou ja, toen is hij tot bekering gekomen. Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dat is bijzonder. Nou, uh, ik was pas geleden in het dienst, aan het eind. En uh, er stonden wat mensen. Ik was heel laat door het gepraat en het contact met de mensen. En toen kwam er een vrouw naar me toe die zegt... Hans, weet je nog acht jaar geleden. Toen heb, heb ik je gebeld. Toen kwam je met je vrouw als de brand weer bij me. Want ik was in nood, ik huilde. Want mijn zoon was op weg naar de trein, in, uh, ook een, een station, om zelfmoord te plegen. En toen hebben jullie gebeden met anderen in de keuken, met mij. Weet je dat nou? Ik zei: Zeker! Jij als moeder in nood. Wat was daar een nood? Wat heeft gehuild en gebeden op dat moment? En wat was de gelukkig geloof? En het is toen gecanceld. De jongen heeft niet gedaan. Nu zijn we hmm. acht jaar verder. En hij stond daar in een netpak. Hij is sinds zes weken tot geloof gekomen. Hij was in de kerk. Amen. Ik Absoluut. wist het niet eens hoor. Hij heette Theo. Ik zei, "Hé oh, Theo. Prachtig. <laughs> dus, uh, ja. nou, ik kan ja. me herinneren van een zekere Reinier. Ja. Ik woonde in Zeist. En uh, ja, dat was allemaal niet makkelijk. Hij had faalangst. En uh, hij woonde bij mij in een geloofsgemeenschap. En op een gegeven moment, uh, nou, het was één grote ramp en toestand wat, uh, wat hij veroorzaakte. Ik zie hem nog zo lopen naar een vijver, maar dat vijver was Ondiep. Dus hij wou zelf moord plegen, het lukte niet. Ik heb hem later opgezocht in zijn onderbroekje uh, dat hij zat in een uh, geïsoleerde cel en hij zat alleen maar van verdriet voor over. Top. Nou, hè, maar goed, uh, God kan soms ook door omstandigheden ingrijpen waardoor het niet gebeurt. Ja. En je kunt soms zo diep zitten in de put, alleen door Gods genade word je tegengehouden. Je kunt ja. zo diep. Diep zitten in een put, alleen door Gods genade kun je tegengehouden worden. Een andere vriend, Bert, die schrijft me, heeft me geschreven dit. Op 22 jaren leeftijd raakte ik door jarenlange overbelasting in werk en studie in een burn-out en kreeg depressieve klachten. Ik zocht hulp bij een magnetiseur en irroscopist die mij vele malen heeft gemagnetiseerd en, wie, en met wie ik tot ook een privécontact kreeg. Hij geloofde net als ik in reïncarnatie en zei me dat ik dezelfde gave had ontvangen als hij en die moest gaan ontwikkelen. Zo kwam ik steeds dieper in de duisternis terecht, kreeg vaker, vaak visioenen waarin ik mezelf dood in een strop zag hangen. Ook werd ik suïcidaal. Ik durfde daar met niemand over te praten, zelfs niet met mijn vrouw met wie ik inmiddels was getrouwd. Op een avond toen ik alleen thuis was, sprak een stem heel duidelijk in mijn hoofd. Ga naar de haven en verdrink jezelf. De stem was niet alleen bevelend, maar ook veroorzaakte een sterke aandrang om dat te gaan doen. Ik klemde mij aan een vensterbank vast, zo hard dat later de afdrukken in mijn handen stonden. Uiteindelijk moest ik loslaten en ben ik gegaan naar de haven. Het was al laat in de avond en donker. Hm. Bij de haven aangekomen wilde ik er inspringen, maar vlak bij de kade werd ik tegengehouden door een onzichtbare hand. Later, toen ik tot geloof was gekomen, werd het me duidelijk dat God mij had tegengehouden om een eind aan mijn leven te maken. Jongen, ja, wat bijzonder hè? Ja, wat dat betreft, Hans, Satan is erop uit hè? dat je aan Gods belofte twijfelt. En hij wil maar één ding en dat is dat hij wil leiden naar zelfvernietiging, want het duivel is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Ja, dat is zeker. Kijk, we hebben het net over godsmannen gehad, hè? over Jeremia. Nou, uh, hij zegt in Jeremia 3 vers 54, water stroomde over mijn hoofd en ik dacht ik ben verloren. En uit het onderste van de put riep ik uw naam aan. En dan weet hij en beseft hij, u bent nabij. En hij zegt uh, dat de Heer tegen hem zegt, vrees niet. Soms kun je in een enorme depressie zitten, wat, dat de duivel je aanvalt. Maar ik zeg, pak de staf van het geloof. Nader tot God, Jacobus 4, vers 4. En hij zal tot u naderen. Ja. Maar alles begint met een zwart klein zaadje: een donkere wolk, een crisis. Je twijfelt aan alles. Een donkere tunnel. Hè, en, en dat zwarte zaadje zegt: Ik zal je, of zal ik voor de dood kiezen? Dat zegt dat zwarte zaadje, de duivel in je. Hè, en dat is gevaarlijk, want voordat je het weet, ga je wegleiden. Asaf, een psalmdichter in Psalm 73, had ook de neiging om werkelijk op dat glibberige pad te begeven. En hij zegt: Ik had een enorme aanvechting in Psalm 73. En hij zegt later in die psalm: Ik was een grote dwaas zonder verstand. De Heer zegt: Keer je tot God. He, want Hij is onze toevlucht en Hij is onze levende hoop. En zelfmoord, Henk. Wat jij zegt over de duivel is de grootste leugen die er bestaat. Het is een verkeerde wilsbeslissing en een verkeerd wilsbesluit. De duivel leidt je graag naar de rand van de afgrond. Mm. We hoorden het net. Hè? De Satan probeert je wijs te maken dat God aan je voorbij gaat, maar dat is een leugen. Luister, dat is mijn advies, als je in zo'n situatie bevindt, luister naar goede muziek. Begin bijvoorbeeld met een hobby. Doe iets voor een ander. Ik wil heel kort iets zeggen over de tranen van Jezus. Lazarus was een echte boezemvriend van Jezus. Hij was overleden. Grote rouw in het huis van Betanië. Toen Jezus bij het graf kwam, staat er in Johannes 11 dat Jezus huilde. Ook Jezus vindt de dood verschrikkelijk. Tranen van Jezus van, vanwege de dood van een bemindenswaardige vriend. En hier bij Jezus zien we ten diepste zijn teerste gevoelens van zijn natuur tot uiting komen. Tranen van liefde. Rauw speelt zich af in de diepte. Geen woorden, maar tranen. Jezus gaat mee naar het graf om samen met ons te huilen. Dat is de troost. De tranen van Jezus zijn veelzeggend. Meer dan duizend woorden. He, dat weet ik. Ja. En Jezus hè, leeft mee, maar wij moeten ook meeleven om zo'n dood te voorkomen. Ja. Want ik zal één ding zeggen. Gisteren las ik een bericht in het nieuws. Een meisje van 21 jaar, die zocht hulp. Hè, die zat psychisch in de problemen. Ze zocht hulp, maar ze kreeg geen gehoor. En een ja. dag later pleegde ze zelfmoord. Zo, zo. Ja, ja dit is de praktijk, Henk. Ja. Onze opdracht is als christenen, zoals het er staat in de brief van Judas, Judas 3 en, vers 23, red hen. Door hen die als een brandhout in het vuur liggen, ruk hen daaruit, staat er. Dus op het nippertje kan het gebeuren. Je ziet iemand wegzinken. Suïcidale gedachten. Schakel de kerk in. Schakel een huisarts in voor zo iemand. Ja. Een crisisdienst. Hè, uh, misschien bel, uh, adviseer, bel 0800-113. Hè, zelfmoordpreventie, ja. anoniem. Ja. Uh, dus vraag ook vaak aan iemand: hoe is het echt met je? Snap je? Vaak is het oppervlakkig. Ja. Ja. Dus dat is belangrijk. Voor iemand is de dood voor haar of zijn. Als, nou, het kan zelfs wezen dat een hond overlijdt. En dat kan de laatste druppel voor iemand zijn, omdat iemand compleet eenzaam is. Ja. Ga kijken waar je kunt helpen. Ja, 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 want hè, goede hulp kan het verschil maken tussen leven en dood. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Dus voor allen die op dit moment luisteren en kijken naar deze uitzending, die zelfmoord overwegen, die in een duivelse houtgreep zijn en zeggen, Hans, je moest dit weten wat ik nu doormaak, wat ik voel en in wat voor een crisis ik zit, die een doodswens hebben. Mensen die op dit moment in een psychische gevangenschap zitten, die achter de tralies zijn gestopt door de boze, door deze uitzending, door deze aflevering, hoop ik, Henk, van harte dat bij die mensen binnenkomt een klein beetje hoop. Ja. Een Amen. klein beetje zelfvertrouwen. Ja. Een klein beetje uitzicht. Een klein beetje moed. Een klein beetje licht. Een klein beetje lucht. Een klein beetje vriendschap. Een klein beetje liefde. Misschien ja. van mensen. Alles begint klein, maar het kan meer worden. <laughs> Dat is zo. Ik geef één goddelijke garantie. Ga naar Jezus. Ga richting het wonder. De Heilige Geest is jouw hulpbron. Zoek en kijk naar boven en zeg: Heer, help me. Ja. He? Dus Jezus, ik heb hier staan. Lig je in de goot. Let op wat ik ga zeggen. Dan mm. sta je op startpositie nummer 1 om Gods geweldige genade te ontvangen en tot je te nemen. Ondanks dat je zegt, Hans, ik lig letterlijk en figuurlijk in de goot, sta je op startpositie nummer 1. Mm. Want de Heer wil juist daar in de diepte. Hè, waar, de, waar men verslagen is van geest. Daar wil God die verheven is, zich laten zien als de barmhartige en de warmhartige Jezus. Jezus zei, en daar eindig ik mee Henk, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal nooit, maar dan ook nooit meer in de duisternis wandelen. Ja, amen, amen. Hans, hartelijk dank voor je kennis en uitleg die je met ons gedeeld hebt, met je, hè, je getuigenis, je ervaring. He, je bent duidelijk een ervaringsdeskundige op dit gebied. En uh, dat is niet altijd makkelijk geweest, denk ik. Maar uh, dankjewel dat je dit met ons gedeeld hebt en met de mensen thuis. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons mailen. info.henkvanzon.nl En uh, dat kan ook uh, naar Hans en dat stuur ik dan door. En dit was Without Limits voor deze week. En we zien u graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering. Tot dan.